Oké, welkom. Wij zijn weer bezig met onze volgende vlog. We moeten een beetje wennen. Wij lopen nu naar de Scheppenbuurt. In mijn hand heb ik een tekening, een schets, op zijn roos gemaakt. Waarin we jullie gaan uitleggen wat we een beetje willen gaan doen. We zijn hier op de Scheppenbuurt. Zoals ik net al zei, ik hang even de tekening hier op. Wow, dat gaat nog niet zo heel goed. We zijn deze actie gestart omdat we graag willen dat u stemt op de Rabo Clubkas actie. Op de zeehondenopvang Eems Delta. Kijk, dit hangt hier al heel erg mooi. En met mijn tekening, die we met een aantal vrijwilligers hebben gemaakt, wil ik u een beetje uitleggen hoe we de opvang van plan zijn om neer te zetten. De units komen in een U-vorm te staan. Deze units komen hier op dit stuk terrein terecht. En het is de bedoeling dat zij in een U-vorm komen te staan. Niet helemaal hoe en wat. Elke unit wordt een eigen iets. Zo hebben we een eerste fase badjes. Misschien herinnert u zich dat nog van de camping. Waar de zeehonden in een klein badje en op een klein plateau zaten. En ook een buitenbad hebben we uiteraard. Die heeft u ook wel gezien. En viskeukens. Op deze manier gaan we alle units realiseren. En we hopen dat te doen met uw stem van de Rabobank.